Maar een ander ding was ook tijdens die betrokken vergadering dat de hoogte van het salaris van de EOL-docent min of meer hetzelfde is als het hoogte van het salaris van een middelbare schooldocent. En ja, aangezien het EOL per resolutie vanaf december 2020 met terugwerkende kracht naar 2013 een HBO-instelling is, dus ook formeel dus, is het dus eigenlijk onkan dat het loon hetzelfde is als het loon van de docent van de middelbare school. Dus toen werd de trekkersgroep opgericht in november. Tussen december 2021 en maart 2022 zijn er toen twee brieven gestuurd naar het ministerie, naar de departementsleiding. En er zijn ook twee gesprekken geweest tussen de trekkersgroep van het IOL en de departementsleiding van het UNAF. Ja. En in een hele korte tijd hebben we dan toen overeenstemming bereikt met de departementsleiding om te gaan voor een tussentijdse oplossing. En die tussentijdse oplossing hield in dat in kader van die transformatie van het IOL naar een volwaardige HBO-opleiding en de extra werkzaamheden, in afwachting op die herwaardering, zeg maar, een soort van academische transformatie, werkbelasting, toelagen zou worden toegekend voor de vaste docenten. En dat de AOC en OC-uren zouden worden opgetrokken. En 30 maart heeft het ministerie dus dan toen naar het EOL een brief gestuurd en de opdracht gegeven om dat op de lesuren staat op te brengen. Maar eerste dag vakantie, paasvakantiedag, was er dan vervolgens wederom een schrijven van het ministerie waarbij die uren die waren overeengekomen, gewoon stopgezet werden om vage redenen. En ja, na de paasdag hebben we dus dan de docentenkorps, de trekkersgroep eigenlijk, de opdracht gegeven om dan een vakbond op te richten. En dat is dus afgelopen vrijdag gebeurd.